Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Gisteren heb ik volgens mij het een en ander nog gefilmd in Breda, niet heel veel. Maar ik had zo'n zondag gevoel omdat ik een kater had en een weekendje weg was. En ik allemaal dat ik niet een weekvlog heb geopend. Dus nu dinsdagochtend, ik zit lekker in de Hoxton te editen. Dus helemaal chill. Het zit echt onder van werk. En vanmiddag ga ik ook werken. Dus daarna ga ik gewoon lekker naar werk toe. Lekker een cappuccino met havermelk. Heerly de peerly. Oh. Die had ik echt nodig. Lekker voor een kopje koffie. Er komen weer leuke dingen aan deze week ook. Dus vanmiddag heb ik een behandeling bij de House of Rituals. Krijg ik een brain massage volgens mij. En een soort meditation iets. Nou ja, volgens mij vooral niet wit. Dus ja. We hebben net spicy noodles gemaakt. Maar die zwarte, maar die zijn zo pittig. Oh, ik heb er echt heel warm van. Dit is echt niet goed. Oh, dat doet gewoon pijn. Misschien even iets meer soeperig maken. Oh nee, dat doet gewoon pijn. Nee, dat heb ik niet. Oh, nou ik kan. Maar drink even wat water. Ja, dat is slecht, hè. Je moet juist geen water drinken. Oh, nou bij mij helpt het. Je moet melk drinken dan. Maar, zeg, maar nu gaat iets meer die saus eraf. Aangezien ik dat echt vaak goor vind melk, is dat wel misschien. Ja. Nou, maar net wel zo knalrood als je het at. Maar weet je wat ik dus altijd doe? Nou? Ik sla de noedels altijd al klein in het zakje. Nee, daar hou ik niet van. En dan kan ik het gewoon zo naar binnen lepelen. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik word hier echt mis. Ik wil juist de vibe van die noedels. Nu is wat te doen hoor. We zijn niet goed doorgekookt. Nee, klopt, maar dat komt omdat je niet. Ja, heftig. Hallo, hallo, hallo allemaal. Ik ben inmiddels thuis. Ik had een bizar lekkere massage net bij de House of Rituals. Het was een brain massage, dus eigenlijk een soort meditatie in een hokje. En ik zal hier even een foto of een filmpje laten zien. Het was zo lekker ontspannen. Ik ben echt helemaal zen. En daarna had ik een hydromassage en dan lag je dus in een soort waterbed. Ik zal ook een filmpje doen. En dan werd je dus door zo'n ding gemasseerd. Nou, dat was echt niet normaal. Zo chill. Je kan het dus doen in Amsterdam bij de House of Rituals. De derde etage boven die winkel. Echt helemaal zen. Kreeg ik dit pakketje binnen. Van de Lazy Manny. Dit is van die nagelstickers die ik op heb. Ik heb dit nu al een paar dagen. Het zit echt super top. En helemaal mooi. En heel stevig. Dus I love it. En ik had weer een nieuwe. Ik kreeg van haar een nog wat grotere glitter. Ik vind het helemaal leuk voor festival season. En deze met allemaal patroontjes, figuurtjes. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Thank you so much for sending. I love it. Ja, ik ga nu een beetje voorbereiden voor het koken. Ik wil noedels maken. Cecile gaat mee eten, dus helemaal gezellig. Joejoe. Nou, Saar die vergeet natuurlijk altijd een beetje om te vloggen. Maar wat wij net hebben meegemaakt. Wij hebben gewoon een printer op straat gevonden. Ja. En nou ja, normale mensen zouden zeggen, nou ik loop door, weet je. Het zou wel kapot zijn. Maar we dachten, hij ziet er zo goed uit. Kijk. Dat we gewoon dachten, we gaan het gewoon proberen. En hij doet het gewoon. Echt, what the fuck. En kijk eens wat we hebben gedaan. Wacht, ik ga heel veel nu uitzetten. Hij is dus zelfs verbonden met de telefoon. En kijk hoe leuk. We hebben het even gewoon voor in de wc. En Laila's pootjes. Nou, sorry, maar dat kan toch niet. Hoe leuk is dit? Kijk hoe fleeky. Mmm, girl. Ja, ik vind het echt amazing. Amazing. Oké, okay, het stelt niet scherp, maar oh. You get the point. Bye. Ik ben wel eens keer uit met die thee, maar boeien. Ja. Oh. Hallo allemaal, het is vandaag. Ik heb nog helemaal niet gevlogd. Donderdag, ja. Nee, ik heb nog helemaal niet gevlogd vandaag. Maar ik heb vanochtend gewerkt in Hoxton. Toen heb ik lekker gesport. Lekker opgemaakt en mijn zussen opgehaald. We hebben net allemaal boodschappen gedaan. We gaan lekker cheesy noedels maken. En lekker zuipen. En helemaal leuk. Dus let's go! Nou, de meiden hebben lekker cocktail.
Helemaal lekker. Zitten bij Morgan en Mees. Zit echt bij mij om de hoek. Helemaal leuk. De meiden hebben lekker noedels gegeten. We hebben nu lekker koekjes van het koekenmannetje. Die zijn echt de best. Ik ken het helemaal niet. Ja. Nee? Oh, dat is zo lekker. Ja. Vooral met de melkchocolade vind ik het lekkers. Het is echt oranje hoor. Moet je kijken naar je hoofd. Huh? Hoe kan dat nou weer? Zo beter dan. Ja, dit is wel beter. Oké. Nou, ik ga vloggen, want Sarah doet het niet. Nee. Isabel. Nee. Dat kan echt niet. Nee, grapje. Wij zijn lekker. Kijk, dit spel. We gaan een kaartspel doen. Gaat hier iemand even dood? Ja, doe eens. Nou, iemand dood. Dat is heel erg. Stikt hier maar bijna. Ze is lekker drankjes aan het doen. Ja, het is echt een hele tijd nog. En ik heb een wondje om mijn lip, het ziet er echt niet uit. Dit is mijn zus. Dit is mijn zus en dit is mijn andere zus. En zo. Lekker gin tonic, wat niet naar gin tonic smaakt. Dit is maar vodka. Oh, maar dit niet. Nou, ik weet echt niet meer of het zo werkt. We gaan het zo gewoon erop. Oei. Volgens mij maakt het... Maakt... Oh ja, ik weet het alweer hoe het werkt. Yes. Ja. Go. Oké, dit moeten we... Doe eens die dropshot, waar is Sink? Ja. Bye guys. Ik ben sowieso even aan het doen, niet serieus nemen. We zijn echt het meest vreselijke spel aan het doen wat er bestaat. Dat vanavond wel een kotsavond wordt. Ja, nou hè. Oh. Ja, ik moet heel snel komen. Jongens, dit is goud zoeken. Dus dit spel is echt is gewoon... goud zoeken? Ja. Het enige wat maar je wat moet doen... Je ja, ziet, is shots. Drank. Je bent gewoon alleen maar aan het shotten. Gewoon de hele tijd. Oké. 3, 2, 1. Inademen, inademen, inademen. Ja, let's go. Slokje. Maar als je niet proeft, dan is het toch niet erg te nemen? Nee. Nee, maar jullie, ik proef het elke keer, maar ik... Het is zo lief waarom jullie dan denken van... Ik, als ik het niet proef, dan denk ik toch van, nou, oké. Okay. Nee, die droog is lekker, nee, die is ook niet heel goed. Ja, dat wilde jij per se. Nou, mag je wakker. Het is 12:30 of zo. En we hebben lekker chill en juice, of course. Mm. Gisteravond was leuk. Ja. Maar we hebben wel leukere avonden gehad. Ja. Maar we waren wel fucking laat thuis. Ja. Zo, hele brok avocado. Mm. Ik vind het zo lekker met tabasco. Mm-hmm. Want soms vind ik met jalapeno net te pittig. Oh, hij is helemaal koud ook al. Wordt het warm dan? Weet je wel. Ja. Maar dat heb je nooit als je bezorgd. Nee. Zo lekker. Ja. Het gaat altijd naar één kant, hè? Het gaat nooit... Nou, kun je het elke dag eten en doe ik ook. Kantoor maak ik het ook elke dag. Maar wat voor brood koop je dan? Ja, een stokbrood. Met mozzarella en zo. En dan hou ik een beetje donkere. Dat witte de binnenkant eruit. Oh, en dan plet ik hem onder een tossieijzer. Wordt hij dan ook plat? Ja, ook helemaal plat. Maar het is wel lekker. Wow. Het spel wat we hadden gedaan was echt ja, fucking leuk wel, maar fucking heftig. Wow. Oké. Okay. Maar moest je ooit dronken worden, moet je echt een spel doen. Dat klopt eens. Een hele goede dag allemaal. Ik ben hier met Jelle en Giel op Cecilia. Is dit de eerste keer dat je hem opent? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is het... Ja, raar. Het is 6:30 en I'm awake. Ah, ja. Nu begint het leukste gedeelte van de dag. Wat gebeurt er?
gebeurt hier. Nou, oké. Wij gaan dus nu inkopen doen. Wacht, ik moet mijn gordel om. Jij ja, ik ook hier. Trouwens. Ga jij eens even vertellen wat we allemaal gaan doen? Nou, ik ben dus jarig vandaag. Kijk, ja. Dit is Leidy. Oh. Waarom is hier een sok? Oh. Eeuw, what the fuck? Die is niet van mij, hè? Nee, die komt uit de bench. Oh. Heb jij een sok van mij in de bench meegenomen? Nou, de chaos is weer helemaal real hier. Nee, ik ben jarig en we gaan nu inkopen doen. En dan gaan we naar kantoor. En dan gaan we daar het inkopen plaatsen. En dan gaan we terug, of gedeeltelijk terug. Ja. En dan gaan we terug naar kantoor. Dan gaan we naar eten. En dan komen alle gasten. We gaan een borreltje doen. Met iets van 20 tot 30 mensen. En ik zie er echt, nou niet moe uit, maar gewoon een beetje grauw. Het kan ook door de camera komen. Oh, ja. De camera die is echt. En ja, ik heb Leila's bench mee, want de oppas die kon toch niet. Dus die gaat, Leila gaat dan op kantoor boven, soort van slapen. Dus heeft ze haar bed mee. Slapen. Nou, Sarah is lekker aan het rijden. Die is wel een beetje brak. Die was gisteravond uit geweest met Isabel en Bo. Ja. En toen kwam ze half uur. Nee, ik heb wel gevlogd al. Ja, ik heb al gevlogd. Maar... Jullie zitten morgen ermee. Oh, ja. Wacht, wij mogen niet zeggen waar wij wonen. Ja, dat heb ik gisteren ook gezegd. Oh. Ja, we wonen dicht bij Morgan & Mace. Ja, we wonen dicht bij Morgan & Mace. Lekker boeienbeurt. Zeg maar, hoeveel huizen heb je hier? Klopt. Echt wel 100. Het is niet dat je zegt, ik woon naast de kerk in het dorp waar 4 huizen staan. Klopt. Wij zijn altijd bang voor dat we gevonden worden door mensen. Ja. Okay, nou. Maar wij wonen wel echt in een heel leuke buurt. Wij wonen in een hele leuke buurt, kijk. We hebben ook een heel hip buurtje tegenwoordig. Ja, we hebben een heerlijke koffietent dichtbij, Salvo heet het. Die en allemaal lekkere Italiaans. En Vien, daar heb je van die, van die Vietnamese ban. Ja, lik mij, dat schouw ik zo. We gaan ook echt we moeten met ook de even... auto en we zijn er al. Ja. Maar we moeten even bedenken, oké, we hebben 6 flessen vodka gekregen. Ja. Thank you, Absolute Vodka. Ja, dat love is you. Echt shout out. Ja. Shout out Absolute. En girl, ook nog 6 andere flessen daarvan gekregen. Want Absolute Vodka valt onder Pinar Regar. Iets. Nou, in ieder geval, ik heb het opgehaald vandaag. Maar hoeveel fris moet je hebben voor 6 flessen vodka? Dat is eigenlijk even de vraag. 2 per... Nee, hoeveel per fles denk jij? Nou, dat jij bent hier de drinker. Ik niet. 3 of zo? We gaan het opzoeken. Ja. Ik denk 3 of 4 misschien. Maar dat zou met 4? Ja, nee. 2 of 3. Ik ga ophangen, man. Ophangen. Ik ga ja, ik kan toch niet rijden? Ik kan toch koude fietsers aan, jongen? Oké, doei. Leila zit verstopt tussen de boodschappen, hè Leila? Leili, zit jij helemaal verstopt tussen de boodschappies? Nou, mij. Oh! Zie! Oh, dit ding is te zwaar. Stel, Leila was eraf gedonderd. Die mag het helemaal boos doen, ik denk. Gozer, ze heeft expres mijn hond van de trap gooien. Zo, ik ga... Hier, yeah. Moet iemand boven aan de voorkant checken. Daar gaan we. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Oh. Ik ben in Brugse Nieuwkoop. Bij Bootje, we zijn even een lekker wijntje aan het doen in de zon. Ik heb net even mijn nageltjes weer gedaan. Helemaal cute, vandaag voor open air. Dus helemaal ready. En we gaan zo meteen show wat zieker. Nou. Ik zit ook zo. Jezus. Zijn jij te loeren? Nou, wat voor show gaat er nu komen? Nou, ik vind het echt niet leuk. Hoezo? Nou ik ben heel bleek weer hierop. Ja, maar ik zeg toch, we zijn hartstikke wit. Het ligt niet normaal hebben we echt wel lang gevaren. Ja, maar het is zo slecht. Dus ja. Holy shit. Ja, we konden vandaag varen, maar... Ja, maar de planning zat er gewoon niet in. Nee, het zat er niet in. Maar we gaan zo meteen lekker met Sofie uit eten. Lekker aan het water. Helemaal leuk. Nou, we zijn lekker met de meiden op het terras. Met de meiden. Kijk hoe leuk dit is. Moet ik dit dan wegtrekken? Ja, ik denk het. Maar ik weet niet of dat past hoor. Wow. Ja, dat past, Wat grappig. Nou, ik vind dit ook echt... Voor nieuwkoop. Cheers. Ik ben heel benieuwd hoe die vindt. Ja. Maar ik had toen in Chuchu eentje bronzen besteld. Oh, ja, maar het is ook wel lekker. Ik heb het in Turkije ook heel veel. Wat heb jij ook weer? Amaretto sour.
Fuck. Ik moet even de kaart doen. Oh, het is echt een snoepje. Ja? Ja. Ja. Mm. Ja. Ja, het is eigenlijk wel weer een toetje. Oh, lekker. Kup geef mij eens. Ik ga even dat zuur. Nou, hij is niet zuur, hij is heel zoet. Maar wat zit er voor zuur in dan? Limoensap. Hier. Ja, dit is heel lekker. Ja. Is dit ook niet iets voor Daan? Want die houdt zich van amaretten. Ja, dit is heel lekker. Het is echt wel een toetje meer. Ja, ik had er beter achter. Ja, maar ja. Het is al. Kijk zo met de leuke hoed. Oh, geweldig. Ja, wat is er knap, jongen. Ja, laat in de reacties achter welk cijfer Sofie geeft. Een 10 plus. Bedankt. Oh ja, we kregen toen van die gozer ook allemaal een cijfer. Ja. Die had een 10 min en die was een 9 plus. Ja. Ik was een 10 min. Vandaag ben ik ook heel lelijk genoemd door een opa. Niet. Ja. En die gozer was het leeuwtje heeft een flyer uitgedeeld met hele mooie foto's en ik sta niet op die foto's. Dus ik zei, ja, wel jammer dat ik niet op de foto's sta. Ze zeiden ja, maar anders waren ze niet prachtig geweest. Nou. Holy shit. Okay. Ja, maar dan wil je gewoon aandacht. Dames en heren, het amaretto sour is amaretto citroensap en angosto bitter. Nou. Maar hij is heel lekker. Ja. Maar die gin tonic is natuurlijk niet de best. Mijn vader kwam dus op dat bijna klaar. Toen zei hij, nog 10 seconden en dan ging hij zo 10. Niet. Ja. Waarom de fuck deed hij dat? En dan zei moeder, kom op, vissen. Typical. Ja. Nou jongens, dit is toch genieten. Waar is het eitje? Fuck, is het mayo. Ook maar ook geen truffel mayo, of wel? Ja, oh, dat. Nou guys, what a day. Gisteren na het eten ben ik opeens gewoon tering ziek geworden. Ik heb de hele nacht gewoon liggen zweten. Niet kunnen slapen. Helemaal een soort van die koortsdromen en zo. Nou, vreselijk. En ik zou vandaag natuurlijk naar open air gaan. Fucking kut. Dus ik ben stront verkouden. Fucking ziekig en kut. Dus ja, ik ben of course niet gaan. Echt, ik baalde zo erg. Zo jammer, want het was echt geweldig weer. En het stond echt al heel lang op de planning. Ik had er heel veel zin in. Maar mijn lichaam dacht even, nee, dit gaan we niet doen. Dus ik ben de hele dag thuis geweest. Ik heb gewoon lekker een beetje gechilled. En lekker mijn dingen gedaan. Even nog een rondje gelopen aan de zon. Dat was het eigenlijk. Ik ga nu even de weekvlog eten. En dan lekker op tijd naar bed. En dan is morgen weer een nieuwe dag. Ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Ik vond het in ieder geval weer helemaal leuk. Veel gedaan. Maar helemaal gesloopt ben ik. Echt helemaal kapot. Wil je iets van de app? Nee. Okay. Ga jij wat halen? Ja, misschien wat ijs. Maar je hebt al ijs op. Ja, weet je. Dat is mijn grote vriend. Ja, true. De wc-papier is wel bijna op. Hè, wat zei je? Wc-papier. Oh ja, wc-papier. En misschien nog even een havermelkje. Extra. Een havermelkje, oh ja. Havermelk. Ja. Gewoon even voor de extra. Ja. Oké, troep. Tot zo. Ijstest. Vegan bitterballen. Ja, nu in de airfryer doen. Dit is voor de oven. Maar dan kan het ook wel. Ja, dat is hetzelfde. Okay, benieuwd. Try it. Maar heb je wel... Oké. We gaan testen van de bitterballen. Hey, kappen. Nou, Jaapie, voor jou. We zijn dus vegan. Ah. Helemaal vol. Nou. Ja, dat proef ik niet hoor. Dat vegan is? Ja. Nou, ik proef wel anders, maar ik proef niet vegan. Nee. Dus je proeft wel dat het niet een normale... Het is meer zo'n ragout-achtig. Ja. Nou, maar lekker. Ja. Wow, leuk. Je moet dus eigenlijk die sweet spot vinden, want die 10 minuten was net niet goed genoeg. Maar 12 waren ze allemaal plot. Misschien al. Ja, dat is echt met bitterballen, hè? Ja. Maar in de frituur zijn ze altijd wel toch wel echt beter. In de oven is het net moeilijk altijd. Wel ervaren. En ik doe dus altijd mosterd met mayo mengen en dan heb je mosterd mayo. Oh, is dat dit? Ja.
Dat is beter. Lekker. Ja, ik hou sowieso van heel erg gemasseerd. Dus. Ja? Ja. Maar ook van sommigen. Nou, ik vind het goed gekeurd hoor. Heb je veel gevlogd vandaag? Nee. Net. Ja, Sarah was een beetje moe vandaag. Ja, ik had net voor het eerst een vlog open en een hele dag op bed gelegen. Oh. Ja, en ik heb nog een rondje gelopen. Ik heb een beetje schoongemaakt, opgeruimd. Op mij gewacht. Op jou gewacht. Jij zit hier echt zo. Zo. Je ziet mij net, ja. Ja, ik had slecht verwacht. Mhm. Maar waren dit nog de enigen die er stonden, of had je het gewoon echt niet door? Nee. Ik had het niet door, want ik was aan het letten op een heel raar stijl voor mij. Ja. Het was een soort van, een beetje Jeffrey Dahmer-achtige vibe, die man, dat ik echt dacht... Oh. En die vrouw die zei niks en hij was alleen maar aan het praten en... Ik weet niet, ik vond het heel raar, dus ik ging helemaal scenario's bedenken dat, weet ik veel, dat hij haar had ontvoerd of whatever. Dat natuurlijk echt helemaal bullshit is. Ja. Maar toen keek ze op een gegeven moment naar mij, dus ik moest zo doen alsof ik snel of wat aan het zoeken was in de vriezer. En toen dacht ik, oh, pak pitterballen. Dus toen had ik die bitterballen gepakt. Niet, niet je ijs? Nee. Ik dacht, ga even afkicken. Ik neem altijd ijs. Die van ja, hoe heet het? Lolilo ja. Of zo. Zo'n rode, een soort low calorie, ja. High protein. Nou, dat is echt niet normaal. Ik heb er denk ik in de afgelopen 2 maanden misschien wel 20 bakken gegeten. Ja. Ja. Besef hoeveel geld op elkaar. Ja, dat is niet normaal. 100 euro. Nee. Mm-hmm. Dat kan echt niet. Ik kan gewoon naar Italië vliegen van hoeveel geld ik uitgeef aan ijs. Maar, ja, maar dit is wel echt een soort vlees. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat maken. Ja, en wat dat dan is. Ik vind dat altijd leuk van die docu's, dat ze dan helemaal gaan vertellen hoe ze zo'n serial killer hebben. Oh ja. Ja, ik moet echt editen. Waarom doet de wifi? Mam. Nou, ik vond het wel, ja. Maar ik hoef het niet meer. Ja, maar hallo. Ja. Ja. Ja, ik heb ook nog pizza op, hè. En ik heb ook een beetje last van mijn darmen. Heb je dat ook? Ik voel de hele dag een soort... Rommelen. Ik voel me echt algehele malaise. Ik ga nog steeds met die jas aan. Ja. Dat is echt... Cecile, gewoon... Niet eens, zeg maar, het is wel dat niet dat je er geen tijd voor hebt, maar gewoon. De ADHD in jou van, je bent al thuis, dus dan je jas uitdoen, dan moet je eigenlijk alweer, ben je alweer bezig met het volgende. Ja. Dus zij zit gewoon gerust, de hele avond gewoon op de jas. Oh. Je staat wel thuis toch, want ik vind het eng om alleen te slapen. Ja, ik sta hier, nee. Dit soort programma's, als ik dan alleen slaap, dan zie ik gewoon oprecht geest in mijn kamer. Ja. When I arrived, I noticed that it was a dirt road that runs. Nou, ik zweer nooit in Amerika wonen, jongens. Daar gebeuren echt. Maar waarom kijk je dit dan? Ja, gewoon interesting. Gewoon interesting, you know. Nou, ja, girl. Toen ze lam was. Mijn verjaardag. Ik was aan. Echt. Maar het verkeerde ik, hier. Ik ga een naam bedenken voor ja, maar jou. En lam. Weet je wat het ook was? Cassandra. Ja, maar weet je wat het ook was? Ik was ook net ongesteld geworden. Dus ik was helemaal prikkelbaar, ik was helemaal gewoon kut. Ik dacht gewoon helemaal dat ik de shit was. En ik had een kater, dus ik had en een kater. Dan ben ik altijd al helemaal een soort heel raar. En dan daarbovenop was ik weer dronken geworden en ik was ongesteld. Dus dat leidde gewoon in een soort... Vond Stan het leuk? Ja, die heeft heel erg gelachen ook. Martin. Hij vond het heel gezellig. Ik heb veel gepraat ook met Robin. Oh ja. Weet je wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen? Ja. Een bed. Die moet ik nog wel kopen nu. Maar nu heb ik een beetje een lelijk bed. Maar, en ik moet een groter bed. Ja, gewoon prima bed. Maar het is meer dat je een grotere wilt. Ja, want ik heb een hond en een man. Ja. En een ring heb je gekregen. Puur om? Nee. Nou, een hele mooie ring gekregen van mijn vriend. Ja. Heel cute. Les.
Bless 26. Nou, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet je natuurlijk niet te supporten met een blauw duimpje omhoog. Op mijn kanaal te abonneren. En het volgen op Instagram en TikTok zoals bij @sarahvoort. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.